Vervolgens het verrassende woord, juryvoorzitter Edwin van Schip. Ja, ik ben wel heel lang van stof. Dit gaat heel spannend maken. Nee, we gaan eerst de publieksprijs bekendmaken. Vorig jaar zat ik ook in de jury. Ik weet niet of ik toen ook voorzitter was. Ik ben in ieder geval dit jaar wel voorzitter geworden. Daar ben ik ontzettend blij mee en trots op dat ik deze taak mag vervullen. Jullie hebben ook gekozen. De publieksprijs van vanavond, die gaat naar Maaike Wieringa. Maaike! Gefeliciteerd. Zoenen. Ja, daar doe Wethouder, ik het ook voor. Aan u het woord. Nou, niet alleen het woord, maar hier doe ik het ook voor. Ook zoenen. Wil je de wethouder ook zoenen? Ja. En voor Maaike de publieksprijs, in ieder geval ook de prijs, want er hoort een prijs bij. Ja. Theaterbon van de Rechthof. Dat is ook niet niks, toch? Dat is niet niks, zeker niet. Prachtige voorstellingen. Ja. Dan gaan we nu tot de officiële... Nou, dit is al een mooie prijs natuurlijk, maar gaan we alle kandidaten even langs. Vorig jaar zat ik dus ook in de jury en ik vond het niveau dit jaar niets te nadelen van de mensen. Er zijn ook mensen die al voor de tweede keer hier staan, of misschien wel vaker. Vond ik heel hoog, we vonden het echt een heel hoog niveau namens de andere juryleden. Dus daarvoor willen we even een applaus voor alle kandidaten. Het was echt heel goed. Op televisie zeggen ze dat ook, maar dan menen ze het niet. Maar ik meen het wel, hè. Je ziet dat het recht uit mijn hart komt. Oké, dan gaan we nu niet langer wachten. We gaan de top 3 bekendmaken. De rest is allemaal op de 4e plaats geëindigd. En die verdienen dus ook alle lof. Want het was gewoon allemaal heel erg goed. Gaat om details. En nou ja, goed. Je moet er maar van aannemen dat wij deskundig genoeg zijn om dat te beoordelen. De 3e plaats is voor Maaike Wieringa. Zoenen. Gefeliciteerd, meid. Wat een avond, hè? Ook voor ons, hè? En daar zit ook weer wat aan vast. Daar zit iets aan vast. Een geldbedrag, €25, plus een optreden tijdens de Hofrevue op, als je dat wilt tenminste, maar ja, wie wil dat niet, op 19 en 20 maart. Dan zien we je weer. Geweldig, dankjewel. Een applaus, jongens. Dankjewel. Dan gaan we naar nummer 2. Het was best wel overleg in de jury en zweten. Maar goed, uiteindelijk moet je een beslissing nemen. En de nummer 2 van vanavond is geworden... Bo Bosman. Ja. De winnares van vorig jaar. Gefeliciteerd. Wethouder. Ook al vaker gezoend. Vorig jaar was dat. Ja, dat weet je nog wel, denk ik. Ja. Ja. Zij is wel gewend. Harry, je gaat het missen, joh. En ook een geldbedrag, iets hoger, €50. En datzelfde optreden ook tijdens de Hofrevue. Op 19 en 20 maart. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Oh, voorzichtig. Dus vorig jaar 1 en nu 2. Dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Ze heeft het hoge niveau kunnen vasthouden. Weer bij de top 3 geëindigd. Dan gaan we naar nummer 1. Simone! Kijk, dat wou ik horen. Zijn er nog meer suggesties? Jongens, ik ga het bekendmaken, want dat wordt natuurlijk niks op deze manier. Een groot applaus voor Famke Raug! Winnares Hoftalenten 2009. Ja. Wethouder, mag ik nog even iets zeggen? Ja. Ja, want ze is nummer 1 geworden en we waren daar wel unaniem over eens. Hoewel we het heel close vonden in de top 3. Je hebt fantastisch gezongen. Je beheerste het hele nummer. Het ging van links naar rechts. Je presentatie was fantastisch. Dus je bent echt een fantastische winnaar. Nog één keer een groot applaus voor Famke. Heel goed gedaan. Ja, en wat levert dat dan wel niet op?
Maar wat wint ze? Wat wint ze? Wat zijn de prijzen? Ja. €75, daar begint het mee. Dan komt er ook weer datzelfde optreden tijdens het Hofrevue hier in de Reggehof op 19 en 20 maart. Dat wil je wel, denk ik. Dat moet je trouwens. En dan een cd-opname bij het Lentling Sound Studio. Dan kun je dus dat wat je vandaag hebt gezongen op een cd zetten. En dan vervolgens verkopen, denk ik. Want dat verkoopt, denk ik, wel goed. En dan, niet te vergeten, een optreden bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hof van Twente op 4 januari. Als je dat wil. Ja. Oké. Okay. Ze heeft het al vrijgehouden. Wat een start van de carrière. Ja, volgens mij, ik weet niet of de presentatie het gaat overnemen. Ja, hè? Ja, jullie gaan het overnemen. Ik zou het nog zo graag door willen presenteren, maar dat mag niet. Oh, je mag. Ga je gang. Je hebt het podium nog, hoor. Nee, ik ga hier staan. Nee, is het klaar? Heren van de jury, mag ik jullie hartelijk danken dat jullie deze zware taak om al deze talenten te beoordelen op jullie hebben genomen. Hartstikke goed. Alle talenten die helaas niet gewonnen hebben, geweldig gezongen en kom alsjeblieft volgend jaar gewoon weer terug. En wie weet wat er dan allemaal nog gaat gebeuren.